En we zijn aan het wachten op Mr. Pronk himself, dames en heren. Hij is in de afgelopen tijd een auditiecorrivee geworden, zou je wel kunnen zeggen. Hij is nu ook aan het vloggen. Hij heeft hier net bij de radiostand een aardig nootje gezongen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of hij dat voor onze camera ook eventjes durft. En dat gaan we hem zo natuurlijk gewoon even vragen. En daar komt hij aan. Even kijken wat hij gaat doen. Ja, daar is hij hoor. En we gaan hem weer even met een high five in erin gooien. Mr. Pronk himself. Ja, zeker. Met natuurlijk de typerende glimlach. Ja, absoluut. En weer op de open studio. Ja, nou, ik vind het weer super hier. Ik heb net weer ook een aantal interviews gegeven. En ja, en nu bij jullie weer. Nou, dat is gewoon super. En daarom vind ik het zo gigantisch leuk om hier te lopen. En ja, en dat maakt mij blij. Helemaal enthousiast. Ja, kijk, dat kunnen we natuurlijk altijd merken aan de lach. Want die kan natuurlijk niet ontbreken. Nee, absoluut niet. Die blijft natuurlijk nog steeds. De televisieperiode is een beetje rustig geweest. Maar ja, qua optredens en qua nieuwe singles maken, dat loopt allemaal lekker door. En ik hoop nog ooit nog eens een flinke business te maken. Ja, toch? Ja, ja, inderdaad, waarom niet toch? En ik hoorde het net al even van de cameraman. En we hebben het net ook zelf gehoord bij de radiostand. Ja. Volgens mij kan jij ook een aardig nootje zingen. Wat kan je daar eigenlijk niet? Ja, eigenlijk wel. Ja. Alles. Lachen, zingen, enthousiast zijn. En ik dacht altijd bij toen ik meedeed aan al die diverse audities op de Nederlandse televisie. Zeiden ze altijd van je kan niet zingen, maar het wordt met elke week wordt het weer beter. Nou kijk, dat... ja. Ik denk dat we gewoon even een nootje moeten gaan zingen. Ja, ik kijk zo een beetje naar de mensen die hier, ja. Die hier om ons gaan heen staan. Gaan we gewoon even doen. Zullen we gewoon een leuk liedje gaan verzinnen? Ja, gaan we gewoon lekker zingen. We gooien de sfeer er een beetje in, jongens. Een beetje sfeer, want het is altijd een beetje droog natuurlijk soms. Ja, daarom. Maar nu gaat het echt gebeuren. In Nederland. En daarom creëren wij gewoon de sfeer, toch? Ja, zeker weten. Even lachen. Nou, En dan zingen we... Jij bent de zon. Jij bent de zee. Jij bent de liefde. Ga met me mee. Blub, blub. Jij bent de zon. Jij bent de zee. Jij bent de liefde. Ga met ons mee. Olé! Ho! Hey, kijk, zou het natuurlijk leuk zijn als we nu een heel publiek achter ons hebben. Ja, nou, volgens mij, ik denk dat we jou gewoon moeten gaan neerzetten als entertainer hier. Die gewoon lekker liedjes gaat zingen met de mensen. Volgens mij worden ze daar helemaal enthousiast van. Dat zal super zijn, weet je. En dat zijn ook de leuke dingen die ik graag doe in het land. Ja. En wat ik ook heel erg leuk vind, is... Lachen! Ja. Maar ik doe ook diverse kindershows. Ik doe alles eigenlijk. Dus ik ben allround in alles. Allround entertainer. Ja, dat bedoel ik. Ja, en het mooie is natuurlijk, je hebt plezier in wat je doet. En dat is altijd belangrijk. En dat vind ik ook het belangrijkste. Want anders kun je wel thuis zitten met je benen op de bank. Toch? Inderdaad. Dat is helemaal waar. Heb je nog een leuke boodschap voor onze mensen vandaag, voor de OSD? Ik heb zeker een boodschap. Ik zeg, joh, blijf altijd positief. Ook al is er soms ellende in de wereld. Gewoon blijven lachen en denken van, volgende keer gaat het weer wat beter. Toch? Ja, mooie. Zeker. Nou, en met die boodschap gaan we natuurlijk een ongelooflijk feest van de OSD maken. En we sluiten af met een... lach. Juist.